Welkom bij het Bostion Zomerarchief, een selectie van de opmerkelijkste nieuwsitems van de afgelopen jaren. Dranghekken staan er wat vreemd bij in de lege straten, alles in afwachting van de komst van het prinselijk paar. Met deze kennismakingstoer door Nederland kan het volk kennis maken met Maxima, de verloofde van prins Willem-Alexander. En kan Maxima kennis maken met het volk en het land. De tour begint in Brabant. Langzaam maar zeker trotseren ook steeds meer mensen de regen om het paar te komen zien en begroeten. Voor Alexander en Maxima begon de dag in Breda. Daarna was Tilburg aan de beurt en nu dus Den Bosch. Na een tocht over de Binnendiezen en een korte autotocht door de stad, wacht het paar een overvolle markt. In het stadhuis zitten de twee aan een echte Brabantse koffietafel met 200 vrijwilligers. Daarna zijn de natgeregende mensen buiten weer aan de beurt om een glimp op te vangen van de, voor het gemak, in opvallend rood gehulde Maxima. De rit door de menigte gaat nu richting Centraal Station. Zie ik nog niks. Sta ik hier al een half uur? Je zit er, hè? Op het station krijgt Maxima een zonnebloem aangeboden. Een schrale herinnering naar de zon die toch ook wel eens in Nederland schijnt. Al leek dat niet zo te zijn deze dag. Nog wat handjes schudden en reizigers toewuiven en dan komt hun eigen trein binnen. Deze brengt hen naar Eindhoven, de laatste stad die ze in Brabant zullen bezoeken in het kader van een kennismakingstoer van Maxima. We zwaaien heel even. Ze weten nu in elk geval dat ze in Den Bosch een lekker ding wordt gevonden.